Ik heb het vandaag genoemd, dat betaal ik niet. Dat is het thema, dat ga ik niet betalen. En dan wil je natuurlijk weten, we gaan kijken waar dat heen gaat. Genesis 3, vers 9. De Heer riep de mensen, waar ben je? Riep de mens, enkelvoud Adam, waar ben je? Je kent het verhaal in Genesis, helemaal in het begin. Hij antwoordde, ik hoorde u in de tuin en werd bang omdat ik naakt ben en daarom verborg ik me. Wie heeft je verteld dat je naakt bent? Heb je soms gegeten van de boom waarvan ik je had verboden te eten? En de mens zei, de vrouw die u hebt gemaakt, die vrouw. In het Engels zou je zeggen, that flipping woman. Die vrouw die u hebt gemaakt, was uw idee, niet mijn idee. Om dan naast mij te staan, heeft me vruchten van de boom gegeven en toen heb ik ervan gegeten. Hier gebeurt iets wat fundamenteel sinds de schepping, sinds de zondeval in ieder geval, niet de schepping, de zondeval, gebeurt. Afschuiven. Ja, die vrouw, was niet mijn idee, hè? En u hebt die vrouw gemaakt. Een tijdje geleden hoorde ik dit verhaal en het heeft me geïnspireerd. Er was een man en hij dacht, mijn energierekening is zo hoog. Zo hoog, hoe kan dat nou? En hij dacht, ik ga eens bellen naar het energiebedrijf. En hij zei, ik heb een rekening. Voor mijn gevoel is die veel te hoog. Kunt u eens kijken? Dus ze ging alles checken. Adres, naam enzovoort. En toen zei ze, u bent betrokken. Als ik dat een beetje vertaal in het Nederlands, werd een heel moeilijk woord gebruikt. Een abusieflijke overdracht. U bent betrokken bij een abusieflijke, foutieve overdracht. Alsof hij daar voor gekozen had. Dus hij zei, en wat ben ik daarbij betrokken? Met uw buurman. U betaalt de rekening van uw buurman. En die had een veel groter huis. En hij betaalt uw rekening. En de rekening van uw buurman is 3 keer zo hoog. Dus hij zei, hoe kan dat bestaan in deze tijd, dat we naar de maan vliegen enzovoort, dat ik nog steeds in deze moderne tijd de rekening van mijn buurman betaal. Die vrouw aan de telefoon die zei, dit gaat al 2 jaar zo. En toen zei hij, hoe kan dat gebeuren? Toen zei ze, dat komt, ik moet het vertalen in het Engels naar het Nederlands, je had een soort meter administratienummer. En die zijn verward. Uw meter administratienummer en die van uw buurman zijn verward. Daardoor heeft u een abusieflijke overdracht. Dus die man, die dacht, wat allemaal? En ze zei, elk nummer, elke meter heeft een nummer, een 10-cijferig nummer. Van elk huis. En dit gebeurt wel eens vaker. Vooral als je dezelfde postcode hebt. Elke meter heeft een nummer. En er worden soms 2 nummertjes verwisseld. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar wij komen daar als energiebedrijf nooit achter, omdat de rekeningen gewoon worden betaald. Wij hebben geen probleem. Totdat, het is goed dat u belt, en dan kunnen we het zien. En dan, er is een foutieve overdracht, heeft daar plaatsgevonden. Ze zei, we gaan ervoor zorgen, we gaan het recht trekken, u krijgt uw geld terug, wat u teveel heeft betaald. En uw buurman, ja, die zal bij moeten gaan betalen, van de afgelopen 2 jaar. Diezelfde dag kreeg deze man nog een interessant verhaal. Zijn vrouw, hij kwam thuis en zijn vrouw vertelde hem, het is weer gebeurd dat die schapen van die boer verderop in onze tuin hebben lopen grazen. De planten zijn kapot, er is een terracotta pot omgelopen van 100 euro. Er is schade. Die schapen van die boer verderop, die lopen in onze tuin. Lopen door ons hek heen en lopen naar binnen. Dus hij zei, ik ga die boer bellen. De boer komt eraan op de tractor. En die zegt, ja, ik zie het al. U heeft gaten in uw hek. Dus ja, dan zien de schapen lekker gras. Dus ik stel voor dat u een beter hek bouwt en de gaten dicht maakt. En toen zei die vrouw, wacht eens even. Dit is niet mijn probleem.
Wij hebben gewoon een achtertuin met een hekje. Met een hekje. Uw schapen lopen door ons hek heen en vernielen onze tuin. Die vrouw moest goed nadenken. Wacht even, wiens probleem is dit precies? Wiens probleem is dit precies? Ik ga geen nieuw hek betalen, omdat jouw schapen, die jij niet onder controle hebt. Ik stel voor dat je een meter van ons vandaan een schapenhek neerzet, of hoe dat ook werkt. En dat je ervoor zorgt dat jouw schapen niet meer in onze tuin komen. Als die vrouw niet goed had nagedacht, de vraag van wiens rekening is dit eigenlijk, dan had ze misschien wel onder schuldgevoel een hek laten plaatsen wat haar heel veel geld had gekost, wat niet haar probleem was. En daar wil ik een beetje op inzoomen. Soms betaal je een rekening die niet jouw probleem is. De Israëlieten deden hetzelfde met Mozes. Soms is er goed kijken, wiens probleem is dit? Wie betaalt hier de rekening? Kan het zijn dat je een rekening betaalt die niet voor jou bedoeld was? En de Israëlieten deden hetzelfde met Mozes. Die zeiden tegen Mozes: Mozes, jij hebt ons in grote ellende gebracht vlak voor het beloofde land. Hè? We hadden in Egypte hadden we in ieder geval eten. De vleespotten van Egypte, we hadden tenminste eten. We hadden in ieder geval regelmaat. We wisten wat we konden verwachten. Hier staan we in een brandende woestijn. Mozes, wat heb je ons aangedaan? Ze legden een rekening neer bij Mozes. Het was niet Mozes' probleem. Het enige wat hij deed was zo goed mogelijk het volk leiden. Zoals God hem leidde. Zie je hoe dat werkt? De mensheid is zo goed om een rekening ergens anders neer te leggen. En als je niet uitkijkt, betalen we energierekeningen die eigenlijk niet bij jou horen. Leiders, connectleiders, voorgangers, moeten dit leren. Soms leggen mensen een rekening bij jou neer, wat eigenlijk niet jouw probleem is. Het is een persoonlijke issue. Het is een persoonlijke issue, maar de rekening wordt soms neergelegd bij iemand anders. Misschien in je relaties, misschien in je vrienden. Misschien denk je bij jezelf, het leven wat ik leef, ik betaal veel te veel. Het kost mij veel te veel energie. Wie is er aan het inpluggen in mijn energie? En ik betaal de rekening. En vraag het aan de Heer. Misschien is hier wel iemand die aan het inpluggen is bij iemand anders. Wij zijn er goed in als kerk. Je wil een cultuur bouwen. Zoals de Israëlieten naar Mozes deden. Als de kerk zegt, ja, ik wil hier gevoed worden. Ik wil hier God voelen. Ik wil hier zo en zo. Dan leg je een rekening bij de kerk neer, die niet van de kerk is. Laat ik iets schokkends zeggen. De kerk is niet verantwoordelijk voor jouw geestelijke groei. Gelukkig niet. Vroeger was dat zo, in sommige traditionelere kerken, de kerkgeschiedenis. Ik snap wel een beetje waar die gedachte vandaan komt, maar hij is absoluut niet bijbels. Wat je er ook van vinden mag, waar de mis vroeger in het Latijn was. Waar mensen echt werkelijk geen woord verstonden van wat er gezegd werd. Een beetje de gedachte van, laat de priester zorgt voor je. Dat is niet bijbels, wij zijn allemaal priesters. We zijn allemaal ik ben niet verantwoordelijk voor jouw geestelijke groei. Ik ben alleen verantwoordelijk voor een environment, een omgeving waar God kan werken. En natuurlijk hoop ik dat je bemoedigd wordt en dat je groeit enzovoort. Dat hopen we allemaal, ik kom ook om te groeien. Maar het is mijn verantwoordelijkheid om te groeien. Sommige mensen, niet hier, andere kerken, lezen de hele week de Bijbel niet. Komen hier en lees je mee in de Bijbel. En dan zeg je, ik vind het niet diep genoeg. Ik groei niet zo. Ik kom hier nou een tijdje, maar ik groei niet zo. Dat is ook niet onze verantwoordelijkheid dat jij gaat groeien. Je moet zelf de Bijbel lezen, zelf leren bidden, zelf leren wat het is om je relatie met Jezus te bouwen. Ik ga die rekening, ik betaal dat niet. Ons keyteam betaalt het niet, de kerk betaalt het niet. Wat is het Bijbelse plaatje met elkaar?
Ik kom hier en ik wil dat ze goed voor mijn kinderen zorgen, goed kinderwerk, diepe preek. Ik wil dat, dat ik vrienden krijg hier. Hé, je legt een heleboel rekeningen op ons bordje nu. Goed kinderwerk doen we met elkaar. Je mag niet bij Ruben de rekening neerleggen over het goede kinderwerk. Hij betaalt niet de rekening van 150 tot 200 kinderen hier in de kerk. Dan raakt hij burn-out. Dan zegt hij, hoe komt het toch dat ik zo weinig energie heb? Maar ook in de vriendschappelijke sfeer, ook in de... Daarom heb ik al eerder gezegd, dat als we echt willen groeien als discipel, als volgeling van Jezus, dan neem je je eigen verantwoordelijkheid op je. Als ik me eenzaam voel, is dat mijn probleem. Niet het probleem van de kerk. Als ik geen vrienden heb, is dat mijn probleem. Niet het probleem van de kerk. Als ik depressief ben, is dat mijn probleem. Niet het probleem van de... Ja, ik weet, een beetje shocking misschien, maar... Je wil een cultuur bouwen waar mensen met elkaar de kerk bouwen en ieder zijn eigen verantwoordelijkheid neemt. Ja, toch? En hoe dichter je bij elkaar bent, hoe sneller de verwarring tussen die twee cijfertjes op jouw metertje en het metertje misschien van je partner in een huwelijk. Je hebt allebei, man en vrouw, hebben allebei een metertje, een energiemeter. En soms, juist waar mensen heel dichtbij, of in vriendschappen, kan er een demand worden gelegd op iemand anders. Misschien op je partner, op je vrienden. En kijk, er zijn momenten van zwaktes, van ziektes, van dingen waar je natuurlijk extra zorgt voor anderen. Dat is logisch. Maar goed begrijpen, wie betaalt de rekening? Zijn er mensen in jouw leven? Als je daar een tijdje mee gepraat hebt, dan ben je leeg en moe. En je denkt, man, dit kost me zoveel energie. Misschien moet je kijken, wacht even, voor welke rekeningen ben ik allemaal betaald? Ik leef dit leven, zo'n huisje. Maar ik betaal een rekening van zo'n villa. Waar gaat het allemaal heen? En waarom ben ik dan aan het eind van de week of het eind van de maand zo moe? En heeft het allemaal zoveel energie gekost? Je zou graag willen dat mensen zelf hun relatie met God voeden. En dat we met elkaar als kerk God dragers zijn. Gods tegenwoordigheid binnendragen. Je bent bij de Heer geweest. Je relatie met God is aan het groeien. Je houdt van Jezus. En dat breng je mee. Oh man, er zijn zoveel voorbeelden te noemen. Waar zit je, Laurens? Ergens daar. Ja, de aanbidding. Ja, de aanbidding. Ik heb wel eens een betere. Je gaat niet de energierekening neerleggen bij Laurens. Over jouw waardeloze aanbidding. Oh, sorry. I know. Shocking. In Handelingen 2 vers 42. In het Engels staat het er natuurlijk weer. Mooier. Ze bleven volharden bij het onderwijs van de apostelen en van de gemeenschap. Het breken van het brood en de gebeden. Puntje 2. Zelf doen. Zelf doen. In het Engels staat het er heel mooi. They devoted themselves. Zij namen zelf de verantwoordelijkheid. Zij bleven volharden. De kerk zat vol met mensen die zelf bleven volharden. Zelf doen. Zelf bouwen. Zelf je relatie met God bouwen. En een zegen zijn voor... They devoted themselves. Als je denkt, ik heb een voeding nodig van de preek van Pastor Erend of van wie dan ook. Ik beloof je, dat gaat vreselijk tegenvallen. Vreselijk tegenvallen. Als je daar toch afhankelijk van moet zijn. Ik kan jouw relatie met God niet bouwen. Ik kan preken wat ik wil. Ik hoop je te inspireren. Maar veel meer. They devoted themselves. Dat doen we met z'n allen. Meebouwen. Nummer 3 is samen dragen. Ik zei het net al, je wil graag dat mensen, wij met elkaar als kerk. De kerk is zo mooi. Het ontwerp van de kerk, de lokale kerk, is fantastisch. En ik ben blij en de Heer dankbaar. Na 23,5 jaar hier en daarvoor hebben we nog een kerk gesticht in Leerdam.
En daarvoor hebben we heel veel gedaan met alle dingen. Voor degene die dat niet weet, ik heb echt bijna alles gedaan. Zelfs een dansgroep opgericht en heb gedaan. Dat zie je nu niet meer aan me. Maar de Heer, maar ik ben zo dankbaar dat ik nog steeds het mooie ontwerp van de lokale kerk mooi vind. En dankbaar ben en onder de indruk hoe de Heer Jezus het heeft bedacht. Dat in Handelingen de Heilige Geest kwam. En dat hij zei, nu komt mijn geest over alle vlees. En jullie mogen nu allemaal meebouwen. Om de wereld te veranderen, om mensenlevens te helpen. Fantastisch. Dus God, dat wil je graag in je DNA hebben. De kerk heeft jou niet gestopt om geestelijk te groeien. Soms hoor je dat wel. Ik groeide niet meer zo. De kerk heeft jou niet cynisch gemaakt. Dan leg je weer de rekening mee. Er komt die mensen tegen, hè, die niet meer in de kerk komen of weinig. Ja, ik heb al genoeg gezien. Cynisch, zo gevaarlijk voor je hart. Sommige mensen verlaten het geloof, verlaten Jezus. Het is niet de schuld van de kerk. Het is jouw hart naar de Heer toe, waar jij voor kan zorgen. Ja, toch? Oké, nummer 4, echte vrijheid. In Galaten 5. Vers 13, een mooie tekst. Helpt het een beetje? Je mag echt voor jezelf zorgen. Mensen hebben niet het recht om, om aan jou te zuigen. Ken je die kartonnen doosjes, hoe noem je dat? Pakjes met drinken, met een rietje. Ken je dat? En dan, ja, ze vol met suiker, moet je nooit nemen. Oh, is er daar één? Oh, wacht. Ja, die. Met een rietje, tuurlijk met een rietje. Wat heb je? Goudappeltje. 100% puur sap, ik hoop het voor je. Hoeveel suiker zit hierin? 10 gram per 100 milliliter. 10 gram per 100 milliliter. Hoeveel milliliter is dit? 200. Dus het is 20 gram. 1 suikerklontje is 4 gram. Klopt dat? 5 klontjes suiker. Maar het is pure sap. Zitten jullie in de tweede dienst hier ook met dit ding? Of kan ik zo in de tweede dienst ook weer gebruiken? Dat is heel mooi. Ik zal het niet doen, want ik, weet je wel, ik geef het zo weer terug. Ik zal het niet aanraken. Niks in mij verlangt daar ook naar. Suikervrije kop koffie, dat is lekker. Maar ken je dat? Je zuigt en dan gaat dat ding helemaal in elkaar. Zo, ken je dat? Dan zie je op het laatste dingetje te peuteren. Om dat laatste. En dan zie je dat hele pakje zo. Sommige christenen lopen er zo bij. Dan zijn er zoveel mensen. Je bent gaan legen zo. Ja. Ben je de tweede liefst ook? Want ik heb je pakje weer nodig zometeen. Mensen die je leegzuigen. En weet je, zorg goed voor jezelf. En kijk, welke rekeningen ben ik allemaal aan het betalen? Iemand is ontevreden. Iemand heeft gewoon issues. Iemand is kritisch. Iemand is, noem maar op. En dat wordt allemaal op jou gedumpt. En aan jou gezogen. Ik heb je nu nodig. Ik moet. Ik weet niet of je deze. Dit wordt serieus gebruikt in bepaalde kringen. Een man zei tegen een vrouw, hij vertelde mij dat gewoon. Hij zei, ik moet af en toe leeglopen. Dat deed hij ook op mijn kantoor. Hij zei, inmiddels is hij geen CLC meer. Maar hij kwam af en toe leeglopen. En dan kwam hij bij zijn vrouw, deed hij dit ook. Hij zei, elke maandag, dan gaan we samen wandelen in het bos, dan ga ik leeglopen. En in het begin vond ik dat wel interessant. Hij was ook coach, dus ik dacht, wat zal hij daar dan mee bedoelen? Leeglopen. Ik zei tegen Mathilde, weet je wat, ik ga ook een beetje leeglopen bij jou. Kijken of dat voelt, is misschien een idee. Maar laten we nog eens over nagedacht. Waar leg je de energierekening neer? En ja, het einde van het liedje was, ik kon hem uiteindelijk niet helpen. Nee, dat voel je al aan waarschijnlijk. Dus let goed op jezelf. En kijk, ik wil vriendschappen, ik wil mensen om me heen die me energie geven. En niet alleen maar leegzuigen. Maar waar waren we? We waren hier in Galaten 5. Want je bent geroepen, broeders, om vrij te zijn. Vrij te zijn. Je bent geroepen om vrij te zijn. Ja, toch?
De Heer Jezus heeft jouw vrijheid betaald. Een hoge prijs. En niemand mag daar zomaar binnen wandelen. Zomaar binnen wandelen. Als je ergens mee worstelt met een issue. Met eenzaamheid, depressiviteit, boosheid. Wat het ook is. Zoveel mensen laten aanstoot toe in hun leven. Ja, die en daar. Ik snap niet dat ze daar niet wat aan doen. Dan leg je de rekening daar, wat daar dan ook mag is. Toch? En aanstoot, ook in de wereld waar we leven, aanstoot groeit. Ergernis en boos. Heel veel mensen denken serieus dat ze het recht hebben om boos te zijn. Dat is maar de vraag. Want waar leg je dan de rekening neer? En de Bijbel zegt, laat de zon niet ondergaan over je boosheid. Geef de vijand geen ruimte, geen voet. En ik weet, dit is, ik ben onderweg, oké? Ik, net als jullie, wij allemaal. We zijn aan het ontdekken hoe dit werkt. Maar de echte vrijheid komt waar ik mijn verantwoordelijkheid neem. En zeg, Heer, ik wil hier doorheen met u. Help mij, genees mij, herstel mij. En ik ga niet de rekening leggen. En ik heb daar fouten in gemaakt. Ik heb een tijd achter de rug met mijn been en het huis wat niet verkocht werd. En dan komt de frustratie en van alles. En dan ging ik de rekening neerleggen bij Mathilde. En Mathilde zei dan, ze had nog een mooie tekst. En dan zei ik, ja, Joël Osteen zeker weer. Het is altijd Joël Osteen. Met zijn eindeloze glimlach. Als je Mathilde een beetje kent. En dan zegt ze, alsof ze het voor het eerst zegt, ik heb een mooi boek gelezen, pas geleden. Ik zeg, ja, laat me raden. Maar dan ging ze het voorlezen en dan dacht ik ergens, ja, ze heeft wel gelijk. Wat ze goed deed was, ik neem die rekening niet in ontvangst, dat is jouw rekening. Ik heb mijn eigen, natuurlijk, Mathilde had ook haar vragen en haar dingen. Ze heeft heel veel voor mij moeten zorgen, heel veel van het ziekenhuis, heel veel verbanden, verwonden, verzorging enzovoort. Maar ze bleef met God, nee, Heer, u brengt ons hier doorheen. Er is een groot voorbeeld in voor mij. En oké, Joël Osteen hielp een beetje. De Bijbelprincipes die hij leert enzovoort. Echte vrijheid, je bent geroepen om vrij te zijn. Gebruik echter die vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees, maar dien elkaar door de liefde. Dien elkaar door de liefde. Want in de hele wet is in één woord vervuld, dat je je naaste zal liefhebben als jezelf. Dat is toch wel wonderlijk, dat de Heer Jezus, Matthäus 5 geloof ik, dan zegt hij, weet je wat jongens, zullen we vandaag gewoon de hele wet en alle profeten samen in één regel samenvatten? Zullen we dat eens doen? En iedereen denkt, dat kan natuurlijk niet. Alle profeten en de wetten en de vijf boeken van Mozes. En dat wil jij in één regel samenvatten. En hij zei, dit is het. Doe aan een ander wat jij wil dat aan jou doen. Dien elkaar door de liefde. Dien elkaar. Indien je elkaar bij het vereet, zie je dan toe dat je niet door elkaar verslonden wordt. In het Engels staat er weer iets mooier. Sorry. Use your freedom to serve one another in love. Gebruik je vrijheid om elkaar te dienen. Echte vrijheid is dat je niet andermans rekening betaalt. Je weet waar jouw grens is. Dit is mijn metertje. Ik heb mijn eigen energie nodig. Mijn leven kost me al energie genoeg. En dat is jouw metertje en daar moet jij mee. Maar echte vrijheid betekent, want je kan nu ook denken, nou, ik trek me een beetje terug, al die metertjes om me heen, al die moeilijke energievreters, niks ervan. Nee? Op je eilandje. Nee. De Heer zegt, dien elkaar, gebruik de vrijheid die je hebt. Echte vrijheid is dat jij kiest hoe je dient, hoe je Jezus dient, hoe je mensen dient. Dat is echte vrijheid. Vrij van aanstoot, vrij van ergernis, vrij van kritiek, vrij van, weet ik veel wat, teleurstellingen, vrij van wat dan ook allemaal. En dat je, Heer, nee, ik wil in uw plan geloven. De schoonheid van uw plan, van de lokale kerk, inspireert me elke dag weer. Weet je, ik kreeg net iemand die gaat trouwen binnenkort. Kreeg ik net voor de dienst het trouwkaartje. En dat is altijd mooi. En er zijn mensen die zullen misschien zeggen, waar haal je nog de moed vandaan? In deze tijd, anno 2019, waar misschien wel meer dan de helft van het huwelijken op de klippen loopt enzovoort. De moed vandaan en het enthousiasme om te gaan trouwen.
En dan is hetzelfde antwoord. Nee, de schoonheid van Gods plan met een huwelijk. God heeft het mooi bedoeld. En dat plan geloof ik. Ik kijk niet om me heen naar wat er allemaal niet gaat en niet lukt. Maar ik geloof in het plan van de Heer. Ik geloof dat Hij ons bij elkaar heeft gebracht. Ik geloof dat Hij een goed plan heeft voor ons. Daar geloof ik in, daar hou ik me vast. Er is hoop in zijn naam. Zo belangrijk. Weet je, dus niet op je eilandje, hè? Ik hoorde deze, dat vond ik een hele mooie. Jezus had een geweldig team, toch? Ja. Niet altijd. Hij had er 12, maar 2 ervan haakte af. Judas en Petrus. Judas verraadde hem en Petrus verloochende hem 3 keer. Redelijk grote fouten na 3 jaar met Jezus, 1 op 1. Hoe zou jij, weet je wel, 1 op 1, dag en dag met Jezus en dan is dit wat je doet. Allebei grote fouten. Maar dit is het verschil. Judas trok zich terug in de eenzaamheid. Misschien weet je wel, de zilverstukken gooide die weer in de tempel. En hij riep het uit, ik heb onschuldig bloed verraden. En hij rende weg in de eenzaamheid. En hij eindigde zijn leven. Petrus had een grote fout gemaakt, maar 1 ding deed hij goed. Hij bleef met zijn kameraden. Hij bleef, lees maar, we hebben geen tijd om te lezen, maar hij bleef met elkaar. En de Heer Jezus was al een keer verschenen na de opstanding. En daarna zegt Petrus, wat doe je als de Heer Jezus is opgestaan? Daarna zegt hij, ik ga vissen. Had geen flauw idee wat hij anders moest gaan doen met een opgestane Heer. Ja, het hele beeld van de kerk was hem nog niet geopenbaard. Dus Petrus zegt tegen zijn kameraden, we gaan vissen. En dan weet je het waarschijnlijk, de Heer Jezus staat aan de, hoe noem je dat, aan de seashore, hoe zeg je dat, aan het meer, aan de kust. En hij roept zijn, sorry voor de vegetariërs, maar hij maakt vis voor ze. Dus misschien dat niet iedereen dat altijd waren, misschien vegetariërs in het team van Jezus, dat kan wel. Oh, dat was goede vis. Oké, dat was goede vis, dat is het. Dus onthoud dit goed. Petrus bleef altijd in het team, in de groep. Hij isoleerde zichzelf niet en dat was zijn redding. Onthoud het goed. Dat was zijn redding. Want in de groep zei hij, nou ja, laten we dan maar gaan vissen. Ik weet het ook niet, maar we gaan in ieder geval, we gaan wat doen. En Jezus doet een groot wonder, want je kent het verhaal waarschijnlijk. Ze vingen helemaal niks de hele nacht. En dan zegt hij, werp het net aan de andere kant uit. En ze vingen, geloof ik, 153 hele grote vissen. En dan vraagt de Heer 3 keer, had hij hem verloochend, 3 keer hou je van mij. Hij herstelt. Hij gaat terug naar de pijn. Hij gaat terug naar de pijn. En Petrus neemt verantwoordelijkheid. Niemand anders gaat die prijs betalen. Hij verwijt niemand. Hij verwijt Jezus niet. Hij verwijt niet hoe moeilijk het allemaal was. Hoe teleurgesteld hij was in de gevangenneming. En zo had hij allemaal kunnen doen. Dat deed hij niet. Hij zei, Heer. Hij huilde bitter. Hoe heb ik dit kunnen doen? En hij bleef in de groep. En daar deed God een wonder van herstel. 3 keer vroeg hij, hou je van mij? Ja, Heer, ja, u weet het, Heer. En dan wordt Petrus een van de grote kerkleiders in Jeruzalem, zoals je waarschijnlijk weet. Gebruik de vrijheid die je hebt om elkaar te dienen. Om elkaar te dienen. Sommige christenen hebben heel erg hun mond vol over vrijheid, vrijheid. De Bijbel is duidelijk, ja, maar die vrijheid is niet alleen voor jezelf. We leven in een tijd waar alles zo om jezelf gaat. Niet in de kerk, hier natuurlijk, maar buiten. Hè. De selfie-cultuur. Ik wil wel dienen, maar wat heb ik er dan aan? Ik wil wel helpen, maar what's in it for me? Maar echt dienen, gewoon dienen, is dat je iets doet voor iemand anders zonder dat jij er wat aan hebt. Gewoon, om te dienen, om die ander te helpen. En elke psycholoog weet, dat geeft vervulling. We leven in een maatschappij waar mensen steeds meer ik. En steeds minder vervulling. Er is een relatie tussen die twee. De Heer zegt, dien elkaar. In de liefde. Laat die vrijheid gebruiken om elkaar te dienen. En dat geeft een vervulling. Als je gewoon iets betekent voor een ander. Als je een ander dient, als je meehelpt. Niet omdat er iets in zit voor jou, maar gewoon omdat je dat wil. Omdat God je heeft gemotiveerd daartoe. Vanuit zijn liefde. Amen. Hebben jullie ook opgemerkt dat het aanbiddingsteam
inmiddels staat. Laten we een moment de Heilige Geest laten werken. Heel bewust. De Heilige Geest werkt altijd, maar soms is het goed om elkaar te herinneren, weet je nog? Oh ja, daarom kwam ik ook hier, om de Heer te ontmoeten. En ik wil je gewoon vragen, doe je ogen even dicht, luister naar de muziek. En voor sommigen realiseer ik mij, dit is een beetje een pijnlijke ontdekking. Ik heb toegestaan dat mensen zaten in te tappen in mijn energierekening. Zoveel vroegen voor mij, mijn lege zoog. Heer, help mij om goed voor mezelf te zorgen, om grenzen te stellen, om te kijken wie betaalt welke rekening. Bij wie hoort die rekening? En ik vraag u, Heer, voor herstel en voor echte vrijheid. Om ja te kunnen zeggen, om te kunnen dienen, om nee te kunnen zeggen. Om te zeggen, hé, dit is deze rekening, ga ik niet betalen. Het is niet mijn rekening, het is niet mijn verantwoordelijkheid. Spreek tot ons Heilige Geest. Open onze ogen voor de vrijheid die we hebben in Christus. En er zijn ook momenten dat misschien jij en ik te veel energie hebben gezogen uit andere mensen. Misschien wel je eigen partner, je kinderen. Je team, je connectgroepje, je kerk, je collega's, je vrienden. Heer, vergeef ons. Help ons om het recht te zetten. Om onze rekening niet bij een ander neer te leggen. En verantwoordelijkheid te nemen. Er is vrijheid in u. U herstelt. U voedt. U koestert. U bidt en pleit voor ons. En daar tappen we in. In Jezus' naam. Ik vraag de Heilige Geest om een diep werk te doen op dit moment. Van vrijheid. Geen schuld meer. Geen schuld meer. Ontvang het gewoon. Hou je ogen dicht. Ontvang die vrijheid. Ontvang die vrijheid. Wie door de Zoon des Menses vrijgemaakt is, waardig vrij. Geen valse schuld meer. Geen demand meer. Op jou. Waar jij het niet hoeft te betalen. Voor alle leiders hier, connectleiders, teamleiders. Je doet wat je kan. Maar er is vrijheid. Om mensen te helpen herinneren. Dit is niet een kerkissue. Dit is niet een teamissue. God is iets te doen bij jou. Hij wil jou genezen en herstellen. Dank u, Jezus. Uw goedheid. Oh, de Heer is hier. Je bent geroepen om vrij te zijn. Gebruik de vrijheid om elkaar te dienen.